Hallo, welkom. Leuk dat u kijkt naar de cursus Lightroom. En in deze derde aflevering van het vierde hoofdstuk hè, van de ontwikkelruimte... gaan we, zoals in de vorige aflevering al medegedeeld, gaan we kijken naar... wat contrast doet in onze foto. En wat deze drie sliders, hè, de presentiesliders zoals ze mooi heten... helderheid, levendigheid en verzadiging doen met deze foto. Contrast beginnen we mee. En contrast zorgt ervoor dat verschil in een foto tussen licht en donker groter wordt sorry groter wordt. En ik ga het dus gewoon laten zien en ik voer hem op en u ziet het wit wordt witter en het zwart wordt zwarter of tenminste het donker wordt donker ziet zie die lucht is feller geworden dit is donkerder ik zet hem weer even terug naar 0, dubbelklik ziet u wat er gebeurt soms kan een beetje contrast en soms veel. En dat ligt eraan wat voor camera, wat voor lens u gebruikt. Dus denk niet van, ik gebruik uh, 10 of 20 procent. Bij mij moet dat ook zo zijn. maar u kan het wel veel meer of veel minder zijn. U moet zelf daar een goed oordeel over vellen. En in dit geval zou ik zeggen, nou... Ik zou zelf niet eens veel verder gaan dan 10, 14 procent. En ik maak eigenlijk zelden gebruik van contrast uh, in mijn foto's. Maar het ligt er helemaal net... Aan wat voor apparatuur en ook waar u zelf van houdt. Want de hele ontwikkeling van een foto: er is niet iets wat goed is of fout is. Het is uw interpretatie van wat u graag wilt laten zien aan een ander. Maar dit is dus wat de contrastslider doet. Die zorgt voor de verschillen tussen de lichte en de donkere kleuren in de fototinten. Ik zet hem weer even terug op 0. Dan gaan we eens even kijken naar de helderheidsslider. Want helderheid wordt ook wel lokaal contrast genoemd. Contrast in de middentonen zeggen ze ook wel. En wat wordt er nou mee bedoeld? Nou, we hadden net gezien: bij contrast is het vooral het verschil tussen wat heel licht is en heel donker is. In de helderheid is het vooral het verschil tussen de middentonen. Dus niet wat heel licht en heel donker is, maar wat daartussenin zit. En in dit geval zou dat bijvoorbeeld de wij zijn hier, die we hier op de voorgrond zien. En misschien wat van die struiken. En we gaan helderheid eens opvoeren. En dan gaan we eens kijken wat daarmee gebeurt. Kijk, de wij hier je wordt heel interessant. Ziet u? Daar gebeurt van alles. En als u nu naar de lucht en de bergen kijkt... ...dan valt het effect daar wel melden. De lucht nogal wat meer, maar de bergen... ...ja, gebeurt niet zo heel veel. He, dus uh, helderheid heeft een heel ander effect... ...dan dat contrast heeft. En uh, als je bijvoorbeeld mensen hebt gefotografeerd... ...die daar duidelijk op staan, of portretten... ...en je gaat dan de helderheid opvoeren... ...dan zul je zien dat uh, als iemand een pukkeltje of een oneffenheid of rimpels heeft op de huid... ...dat die twee keer zo erg worden. Dus helderheid moet je ook mee oppassen. Vooral als je mensen op de foto hebt, dat je daar niet te veel mee gaat schuiven. Want dat pakt meestal niet zo goed uit. Tenzij je bijvoorbeeld iemand zijn rimpels wil accentueren... ...omdat het een heel oud persoon is of omdat het jouw stijl van fotografie is. Helderheid kan ook leuk zijn. Als dus je ik wil een wazige foto maken. Ziet u, als u de helderheid juist naar de andere kant doe. Wordt de foto heel wazig, heel, heel soft. En daar kan ik ook een bepaald effect mee creëren. Maar meestal voer ik de helderheid een klein stukje op. En dan kijk ik hier zo naar die wijn, dan vind ik dat heel mooi. En dan kijk ik hier, denk ik dat is net te veel. Dus dat is een beetje een kwestie van spelen. Dus nou, in dit geval zou ik zeggen: ik voer hem wel ietsje op. Dat doe ik dan zo tot 19 à 20 in dit geval. Vind ik wel mooi. Goed, ik zet hem weer terug. Ik wil de foto een beetje neutraal houden. En dan gaan we naar levendigheid en verzadiging kijken. Ik wil die even samen bespreken in het kort. Want ze doen eigenlijk hetzelfde. Ze maken de kleuren wat ja, kleurrijker. Hè? Er komt wat meer verzadiging. Het groen wordt groener. Het rood wordt roder. En ik zal de verzadiging eens wat opvoeren. Zie je, het groen wordt groener. Het blauw wordt blauwer. Net zolang dat ik denkt van, oeh, veel te ver. Dus die zetten we weer terug. En dat doe ik dat met levendigheid ook. En in dit geval zien we dan eigenlijk hetzelfde effect. Ze doen ook hetzelfde. Met één uitzondering. En dat kan ik in deze foto niet zo goed laten zien. Maar uh, daar gaan we het later nog wel eens over hebben. Levendigheid beschermt de huidtinten. Als ik zeg maar de verzadiging opvoer in deze foto's, nou dan mag wel ietsje meer verzadiging en zo. En er zou een persoon in beeld zijn, dan wordt de huid van die persoon wordt niet wit, maar die wordt bijvoorbeeld oranje. Hè? Of. Uh, Geel ligt er een beetje aan de, aan de gelaatstint van die persoon. Maar die kleur wordt dan ook extra versterkt. En dat pakt bij mensen vaak niet goed uit. En als ik dat dan met levendigheid zou doen in plaats van verzadiging, dan uh, bescherm ik die huidtinten, zeg maar. En wordt er iets. Uh, of dan worden die huidtinten worden niet extra verzadigd. Dus zo snel de mensen in de foto aanwezig zijn, gaat u naar levendigheid toe. Sorry. En zijn geen mensen kunt u ook heel goed met verzadiging werken. Dus dat is een kwestie van uh, uitproberen. Net wat, u, uh, wat uw smaak betreft, zeg maar, uh, wat u mooi vindt. Goed, dat was een beetje de introductie van het uh, standaardpaneel en de details. En in de volgende fase van de ontwikkeling van de foto gaan we even naar deze panelen kijken. Voorinstelling, momentopname, historie en verzamelingen. Ik hoop dat het zover duidelijk was. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat ze gerust achter onderaan de video. Of zoals altijd, stuur me even een mailtje op info. .nl. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot de volgende aflevering. Bedankt en tot ziens.